Er loopt net een blote man nou, door misschien. Ja. Aan en gewoon een basic shirt. Ben je me aan het beademen? Ik van joh, wat ben je aan het doen? Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is maandag vandaag, het is 9:15 en ik ben al helemaal aangekleed. Ik heb deze leuke broek aan en gewoon een basic shirt. Heel blij mee met allebei. Ik hou echt van dit soort combi's, vind ik echt fantastisch. Maar ook, hij zit ook gewoon heel erg lekker. Even denken hoor. De oppas komt zo, dan kan ik de hele ochtend werken. Ik moet echt, er zal veel oppas, aardig wat oppas deze week zijn. Want volgende week ben ik de hele week alleen met de kinderen, omdat mijn man er niet is. Dus ik moet echt vooruit werken en zorgen dat ik alles netjes klaar heb. Daarnaast heb ik ook een paar grote opdrachten staan, dus die moet ik even goed doen. En dus dat. Ik ga koffie zetten, dan wacht ik even op Nora en dan... Sophie is lekker aan het spelen boven. Sam is al aan het zwemmen. Die ga ik om 11 uur halen. En de rest gaan we het wel zien vandaag. Toch? Oh, en veel plezier met het kijken van deze vlog. En vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. Doei! Snel voorbij. Ik zou wat kunnen doen, niet genoeg heb ik het idee, maar goed, van de week nog meer oppassen, dus komt goed. Nou, Sen is even lekker aan het spelen. Hoe heet het, Sen, waar je mee aan het spelen bent? Weet ik niet. Oké. Fisher Price of zo. Fisher Price? Daar staat hier op, Fisher Price. Oh ja, Constructs. Nee, dat is deze. Constructs. Ah ja. Nou, laat eens zien wat je gemaakt hebt. Constructs. Ja. Ja, eerst laat Sen even zien wat hij gemaakt heeft. Senna, laat eens zien wat je gemaakt hebt. Een zwembad. Wauw, en een duikplank zie ik. Ja. Dat is tof. Leuk hoor. Ja. Ben je me aan het beademen? Of krijgt hij thee? Ja. Ah, lekker. Zo, ik kon vanmiddag even niet meer vloggen, want mijn batterij was leeg. Maar ik ben heel lekker aan het koken. Nee, grapje. Grapje. Finn is aan het koken voor ons, lief hè. Oh. Maar gewoon pasta. En ja, we gaan zo lekker eten en dan ga ik zo sporten. Hey, goedemorgen. Het is dinsdag en ik irriteer me kapot aan die krat daar. Finn, die krat. Echt, die staat elke keer in mijn keuken. Elke keer ruim ik hem op en elke keer staat hij er weer. Ik word er gek van. Vindy gaat volgende week weg. Ik zie zijn spullen aan het pakken en dat doet hij dan in zo'n krat. En ik zal mijn statief ook even opruimen hoor, want dan irriteer ik me ook. En we hebben gisteren allemaal dingen binnengekregen. Dat moet ik ook even, nou ja. Kortom, ik moet gewoon opruimen vandaag. Schoonmaken, dat ga ik gewoon even lekker allemaal doen. Sophia speelt boven, dat gaat volgens nog. Oh. Ik hoor de hele tijd mama. Maar ik vind dat ze dat zelf. Ja, schat! Nou ja, we zien het wel. Sen is zwemmen en komt allemaal goed. Doei doeg! En outfit, ja, kijk hoe ik het zo kan laten zien. Ik ben in zwart vandaag. deze broek is van de Zara. Deze is van Sting. En ik kreeg... Even kijken hoor. Ja, heel veel vragen over deze ketting. Maar die heb ik een keertje gekregen, dus ik heb echt geen idee van welk merk.
Mama gaat lekkers voor je pakken, ja? Ja. Oké. Ik moet alleen nog kinderkamer stofzuigen. En even wat lekkers pakken. Eindelijk weer lekker weer, hè Sam? Ja, we gaan even naar de kapper voor Senna. Een enorme bos haar heeft hij. Wat zeg jij? Ik voel het alleen bij mijn haar. Ah ja, nou, we gaan even naar de kapper. Ja? Oh, hey, maar wat vind je van je haar? Blond. Je bent blond, man. Dat wist ik niet. Mooi, hoor, Sen. Wow, ben je lekker zacht. Oh, hier. Oh, ja. Zo wil jij ook even voelen. Oh, en hoe voelt het? Lekker. Lekker, hè? Oeh, eet een lekker lasagne. Ja. Er loopt net een blote man door mijn scherm. Ik heb net mijn blog klaargezet. Het is 9 uur. Ik heb thee gezet. Ik denk dat ik ben zo moe. Ik ga vroeg naar bed, wil ik. Ik moet alleen wel een beetje... Ik heb vanmorgen echt goed schoongemaakt en opgehaald. Alleen, het is een beetje... Het is altijd rommelig bij ons in huis. Ik word er echt gek van. Ja. Dus dat moet nog even netjes en dan kan ik naar bed. Goedemorgen woensdag. Opschieten, want ik ga sporten. Sophie heeft zo'n leuk jurkje vandaag. Wil je het even laten zien, schat? Even iets. Zo. Oh, en dat. Ja, je jurk, wat je aan hebt. Zo mooi. En dat riempje, oh, die moet iets. Je bent mooi, meisje. Prachtig. Ga je mee? Gaan we naar Evelien? Ja. 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 Ga jij je goeie bellen dan? Ja. Ja, oké. Okay. Mama nummer een tikken, ja? Maar ik weet niet of het lukt. Ja, maar even eerst wachten. Even opa en oma winkel bellen. Ja. Opa en oma winkel. Is er wel? Ja, die zijn er wel. Dan zeg je, ik kom vanmiddag toch. Zeg maar hallo opa. Hallo opa. Zo, we eten. Even kijken hoor. Deze. Deze is wel afgescheurd. Het is wel jammer. Ik mis dan wel echt een vleesvervanger of zo. Jij niet, hè? Ik wel. Wat heb jij nou om je nek hangen? Mimi. Heb je dat gekregen? Ja. Hé, hey, Essin, heb jij ook wat gekregen? Ja. Oh. En die is van mij. Nee. Hé, hey, wat leuk. Ja. Heb je dat op de rommelmarkt gekocht? Ja. Hey, en jij wilde graag een ketting. Ja. Nou, goedemorgen. Ik heb een beetje haast. Ik heb enorme wallen onder mijn ogen, zie ik. Maar ik moet even naar de huisarts. Ik had gisteren even gebeld voor iets. En toen zei ze, kom maar even langs. Ze gaat doen, niks bijzonders. Geen enge dingen. Oh. Maar, gewoon even een check. Ik had vroeger... Oh, boom. Ik had vroeger... namelijk superveel blaasontstekingen. En ik heb het vermoeden dat dat een beetje nou ja, weer terugkomt, zeg maar. Dus vandaar dat ik even langs ga. Het
Zo, ik kom dus net bij de huisarts vandaan. En ik ben echt wel een klein beetje geïrriteerd. Ik moet ook even denken wat ik hiermee ga doen. Maar ik zal jullie het hele verhaal vertellen. Ik had dus vorige week zaterdag een blaasontsteking. Ik voelde dat gewoon. Ik heb jaren geleden heel veel blaasontstekingen gehad. Nou, ik kan je vertellen, als je bekend bent met blaasontstekingen, dan voel je dat gewoon. Dus woensdag dacht ik, nou, het gaat niet over. En ik had cranberries geslikt en zo, dus ik belde de arts. Toen kreeg ik een assistent aan de telefoon. En nou ja, ik vind haar wel een beetje hautain, om het maar zo te zeggen. Maar goed. Urine brengen. En ik zei, ja, maar ik weet zeker dat het een ontsteking is. Ja, dat weet ik gewoon. Nou, oké, urine brengen. Nou, was allemaal lastig, want ik had geen potje. En goed, oké, urine gebracht. Nou, kon ik 's middags bellen voor de uitslag. Had ik iemand anders aan het telefoon, maar ze lachte gewoon in haar stem van, nee mevrouw, we hebben niks gevonden. Nou, ik dacht, hoe kan dat nou? Ik weet het zeker. Ja, ja, nou ja, dan moet je toch maar verder laten onderzoeken. Verder niet van, joh, misschien moet je dan naar de huisarts als die klachten blijven of zo. Nee, dan zou je dat... Ik denk, ja, de huisarts moet dat onderzoeken, niet ik verder. Maar goed, ik dacht dus, oké, Sas, stel je niet aan. Je hebt waarschijnlijk een beetje pijn met plassen. Niet aanstellen. Dus zo ben ik een beetje door gaan modderen. Totdat gisteren, ik dacht, joh, ik hou het niet. Het doet zo zeer. Dus ik weer bellen. Ja, ja, er kwam niks uit de test. Nou, kom dan maar weer terug. Nou, het is niet, nee, eerlijk zijn niet helemaal. Maar ze zei, nou ja, goed, hè. Kom dan nog maar een keer. Maken we gelijk een afspraak met de huisarts. Mijn huisarts is er niet, dus een andere huisarts. Dus ik ga me van alles in mijn hoofd halen. Wat zou ik kunnen hebben? Zwanger? Nee, dat kan niet. Wat zou er kunnen zijn dat ik die klachten heb en er geen ontsteking is? Nou, vanmorgen dus urine gebracht. Ja hoor, dikke ontsteking. Nee, ik vind dat niet tof. Ik heb dus nu, als we rekenen vanaf vorige week zaterdag, gewoon echt al heel lang met een blaasontsteking gelopen. En ik vind dus eigenlijk dat als een cliënt zegt, joh, ik heb een blaasontsteking en ze is bekend met een blaasontsteking. Ja, dan heeft ze dat gewoon klaar. En daarnaast ook nog eens, ik weet nog toen ik verpleegkundig was, een blaasontsteking wordt niet altijd met zo'n test gekenmerkt. Dus nou ja, ik vind het echt een beetje rottig, maar... Ik heb ze. Ja, ik zit dus nog wel... Ja, ik wil geen suikert zijn. Maar ik denk, joh... Nou ja, stel hè, dat ik nu... Want ik dacht dus van, joh... Dat ik me niet aan moest stellen. Maar stel dat ik hier nou mee door was gelopen... Was de nierbekontsteking geworden. Dat is ook niet oké. Dus ja, misschien dat ik nog wel even tegen mijn huisarts iets over zeg. Ja, dat ik het ook gewoon niet leuk vind hoe ik... Nou ja, hoe die assistent zeg maar tegen mij deed. Van joh, je hebt helemaal geen blaasontsteking. Ja. Oké, onthoud wel hè. Ik vind het gewoon niet prettig. Dus ik doe een beetje negatief. Maar ja. 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 Ik weet het niet. Ik vind het gewoon een hele vervelende situatie. Oh, en ik zit hier dus in de auto te vloggen. En er zitten echt mensen hier voor me te kijken. Van joh, wat ben je aan het doen? Nou, ik ga starten hoor. Maar even een vestje aan gedaan. Het is koud. Heel koud. En Sophia heeft ook een jasje aan gedaan. Waar ben je? Oh, is dat lastig? Anders dan draai je hem in de auto even open, ja? Kom maar, gaan we naar de auto? Ziet ze er leuk uit weer, hè? We zijn nu bij het zwembad. En Sophia, heel even bij het paardje kijken. Dat is een heel schattig. Kom maar. Ben je dichterbij? Ja, haal ik je hier uit? Het is nu donderdagmiddag, 3:15. En ik ga Sophia zo wakker maken. Even kijken wat ik nog ga doen met haar. Dat weet ik nog niet. Ze is bij mijn schoonouders. Zwemmen ging heel goed. Ik verwacht dat hij mag afzwemmen. We horen het morgen pas zeker. Maar het lijkt me toch wel dat we het nu hadden geweten als hij niet zou kunnen af gaan zwemmen. Dus ik verwacht dat hij zaterdag mag afzwemmen. Ik zou binnenkort nog even een artikel schrijven over hoe dat is gegaan met die snelcursus. Ik krijg heel veel reacties van, joh,
zo'n snelcursus, dan leren ze het ook snel weer af, het zwemmen. Nou ja, ik denk gewoon dat, hoe dan ook, of je het nou via een snelcursus doet, of dat je er nou 2 jaar over doet, dat je het altijd bij moet houden. Dus wij zullen sowieso goed blijven zwemmen met Senna. Ik heb Senna zien zwemmen, hij kan zwemmen. Dus mocht er enige twijfel bij mij over bestaan, dan zou ik dat nooit met hem gaan zwemmen. Maar dat, ja, weet je, ja. Ik heb ook alle vertrouwen in zijn meester en juf. We gaan hem ook inschrijven voor B. Heb ik vandaag even overleg met Vin. Dus, oh, ik ga even de was ophangen en dan ga ik zelf wakker maken. Nou, ik twijfelde om naar het dorp te gaan. Maar dat doen we niet. Ik zei zo, wil je met mama op de fiets? Maar ze zei nee, je wil zelf fietsen. Dus ik dacht, ik neem lekker mijn camera mee. Kijk of ik nog wat mooie fotootjes kan maken. Ik ga even Senna halen. Hè? Oei, gaan we Superman doen? Oei, kijk uit hè. Oh, jullie kinderen dat ook wel eens. Dan gaan ze gewoon midden op de grond zitten. Dan lopen ze niet meer. Kom. Nee, die zijn niet voor jou, hè? Kom. Ja. Nee. Echt, hey, jongen, het is vrijdag. Ik ga werken vanochtend. Ik moet echt keihard werken. De oppas komt daarom. En Senna is onder zwemles. Sof, die zit lekker iets. Nou, ik zie even in hoeverre ik jullie meeneem. Jij is van klei, hè? Leuk. Maar ik dacht, ik pak vandaag er even bij, omdat het anders misschien best wel een kort vlogweekje is. Maar ik moet ook nog de vlog editen vandaag. Dus, nou ja, we gaan het even zien. Oh, wat glans mijn gezicht. Nou ja, look. Ik ben even lekker aan het werk. Het is 9:15 en ik ga over een kwartiertje ga ik Senna ophalen. En dan horen we ook of hij mag afzwemmen morgen. Dus dat is spannend. Ik ben heel benieuwd. Hey, zullen we even vertellen? Mag jij afzwemmen? Ja. Ah! Oh, ik ben zo trots op jou. Hoe ging het vandaag? Goed. Ja? Hij is even niet met de borstkraal. Nee, die vond mama ook altijd een beetje lastig. Mama vond die ook nooit leuk. Maar dat mag ik niet zeggen. Maar... En bij het laatste mochten we geen ademhalen. Mocht je geen ademhalen? Nee. Moest je me inhouden? Ja. En, hoe ging dat? Een beetje moeilijk. Oh, nou, echt. Ah, jij krijgt een mooi cadeautje van mama. Minecraft. Nee, zo, het is inmiddels vrijdagmiddag en ik ga met jullie de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. En ik zal hier wat leuke video's plaatsen. Vergeet je niet te abonneren. En tot volgende week. Doei doei.